Jongens, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag staan we hier in de prachtige bank van Content Veen. Want ik wil eventjes praten met Fred de Robot. Fred de Robot is terug, jongens. Hij heeft de oorlog, het virus overleefd. Maar in dat proces vind ik wel dat hij de bank heeft verwaarloosd. Ik bedoel, kijk nou wat er met zijn werknemers zijn gebeurd. Dit was ooit een robot, nu is het letterlijk gewoon een hoofd. Hallo! En dit letterlijk ook. Dit was ook ooit een robot, is ook een hoofd geworden. Dus ik weet niet wat die Fred allemaal aan het doen is. Kijk, dit is nog wel een robot en dit is ook nog wel een robot. Maar dit kan gewoon niet langer, jongens. We moeten even met hem praten. Maar waar ben je? Fred, kijk, dit is al zeg maar het ding. Hij verwaarloosde de bank zo erg dat hij er niet eens is. Ik heb Fred al zo lang niet meer in de bank zelf gezien. Hier is hij niet. Nou, ik weet zeker dat hij ook niet bij de kluis is. Daar heeft hij niks te zoeken. Oh, die Fred toch. Maar waar kan hij dan zijn? Ik hoop wel dat hij inmiddels al terug is in de stad. Het zou een beetje verwaarlozing zijn als hij niet terug zou zijn in de stad. Oh mijn god, er staat bij zijn kraampje. Dat meen je. Oh, natuurlijk. Dat kraampje, dat vindt hij veel leuker dan de bank. Kom. Fred! Hallo! Hey. Hallo, Mau! Hallo, Fred! Hallo! Hey, ik ben Fred. Jij bent Fred. Leuk dat je er weer bent. Ah, dankjewel. Ik vond het te koud om weg te halen. Oh, maar je hebt niet eens gevoel. Je bent een robot. Dat maakt niet uit. Dan bevries ik alsnog. Ik had al kaarsen neergezet voor de warmte. Maar weet je, Fred, maakt niet uit. Lekker warm, lekker kaarsen, sneeuw is weer prima. Kan lekker je even meelopen? Ik vind het leuk dat je hier bij je kraampje staat, maar ik heb een beetje nieuws en ik moet even met je praten en... Oké? Okay? Ja, ik zoek vervanging. Vervanging voor wat? De winkel. Oh, dat iemand hier voor je kan staan. Er is niemand. Nee, er is ook niemand die nu iets gaat kopen, denk ik. Jammer. Fred, loop even met me mee de bank in, oké? Okay? Oh, ja. Kom, daar gaan ging we even ik zo beginnen. Gaan we even gezellig hier zitten met z'n tweeën? Oh. Hey, Fred, luister eens even naar mij. De bank. Ik vind het hartstikke leuk allemaal dit. Maar er zijn volgens mij 100 miljoen aanvragen. Mensen willen kluizen, er gebeurt niks. Wat doe je? Waar ben je mee bezig met de bank? Het is hoogseizoen. Het is hoogseizoen? Ja. En dat houdt in? Druk. Ja, maar waarom doe jij dan niks? Ja. Ja? Fred? Ja? Ik heb met de leidinggevende gesproken. Ik heb even met hem gezeten. Zeg maar de baas hiervan en zo, weet je. Aardig man, of niet? Aardig. Ja, zeker. Heel aardig man. Heel aardig man. Ja. En hij heeft gezegd dat het niet zo goed ging met je baan. En hij wil waarschijnlijk je contract niet verlengen. Van de bank. Nee, maar ik weet van iedereen wie hier werkt. Ik hou alle uren bij. En ik weet wie er achter de balie zit. Ja, dat snap ik. Maar ik ben ook alleen de messenger als het ware. Ik ben ook alleen degene die het bericht doorgeeft. Ja, dit komt van hogerop, van de baas. Wie is dan de baas? Want die wil ik wel even spreken. Ik haal hem wel even, oké? Ja, ik wacht hier. Ja, joe. Oké, jongens, we hebben een probleem, want ik ben de baas. Het komt namens mij. Wacht, ik heb hier iets perfect voor. A few moments later. Oké, jongens, zou die doorhebben als ik deze outfit aan heb dat ik iemand anders ben? Of dat hij denkt, weet je wat, hij zal het misschien eens doorhebben. We gaan gewoon naar binnen. Ik ben de baas. Fred moet gewoon even, er moet iemand anders de bank even overnemen. Even, de bank moet weer shiny, jongens. En dan moet Fred gewoon een nieuwe baas zoeken. Vindt hij vast wel leuk. Oké, jongens. Goeiedag. Oh, hallo. Hallo, ik ben de eigenaar van de bank. Goeiedag. Aangenaam. Ik ben Max. Dat is toevallig. Ja, toevallig. Volgens mij heet degene die doorgaf ook Max. Ja. Hé, jij wilde praten. Ja. Vertel het eens. Ik wil niet stoppen. Ja, dat snap ik. Maar als je komt, loop even met mij mee, Fred. Loop even met mij mee hier de bank in. Kijk, we gaan hier even naar aanvragen. En wat is dit? Je hebt hier een kluisaanvraag. Die zit er al weken in. Zonder dat er iets gedaan is. Jawel, die zit er al weken in. Nee. Fred, kom even mee. Ja. Kijk, we hebben hier de prachtige kluisdeur. Ja, door mij gemaakt. Dit is al maanden is dit zo. Er is geen onderzoek. Jij hebt dit geplaatst. Ja, klopt. Want Fred, nee, Frank is weg. Ja, Frank is weg, maar dit kon je al lang heropenen. Als we hierheen gaan, loop even met me mee, Fred. Deze kluisdeur van Walnut, de koning... is al weken/maanden stuk kapot. Dat heeft hij zelf gedaan. Ja, en jij als bankmedewerker hoort daar wat aan te doen. Oh jee, dit gaat niet met mijn de kant op. Doe de deur weer dicht, die werkt nog steeds goed. Mooi, hè? Al weken, maanden staat hier een barrel met daarin 7 van de 8. En heb jij niet eens opgeruimd nadat het al voorbij is. Klopt, ik wist niet of het weg mocht. Jij bent de baas van de bank zodra jij er alleen bent, Fred. Jij mag bepalen wat hier gebeurt. Klopt, daarom zit deze er ook nog steeds in. Ik ben weg vakantie. Dit is al maanden hetzelfde. Fred, loop even met me mee. Al weken en maanden is dit hoofd gewoon een hoofd. Is dit geen computer meer? Dit is vervanging. Vervanging voor wat? Mijn collega. En deze dan? Dat is de schoonmaakster.
De schoonmaakster, waarom zit ze achter de balie? Fred, loop even met me mee. Als we hier even naar boven gaan. Al weken en maanden staat dit leeg hier. Is hier niet eens een kantoor gemaakt voor als ik hier wil komen werken of op bezoek wil komen? Er is nog geen vergunning. Voor wat? Je hebt geen vergunning nodig. Het is jouw bank. Ja. Loop even met me mee, Fred. Oké, nou. Kom maar hier weer. Ga maar even zitten. Oh, waar ben je nou? Oh, ja, kom maar even zitten. Hoi. Fred, ik ga het er gewoon heel simpel op neerzetten. Je bent ontslagen. Doei. Hij is er ook gewoon klaar mee. Oh jongens, ik bedoel het echt niet gemeen naar Fred hoor. Maar ik denk dat het voor Fred ook leuk is om gewoon even een nieuwe baan te zoeken, weet je. Fred die zit al eeuwen vast in deze bank. En hij doet er gewoon niet meer zoveel mee. Ik vind het eigenlijk ook helemaal niet erg dat er natuurlijk niks gebeurt met de bank of zo. Maar ik denk dat het leuk is voor Fred als hij een nieuwe baan gaat zoeken in de stad. Dan komt Fred ook misschien weer ergens een beetje tot leven. Want niemand komt ook meer echt in de bank. Of nou, niemand komt terecht. Mensen komen er niet omdat er niks mee gebeurt. Word alsjeblieft niet boos op in de reactie dat ik Fred heb ontslagen, jongens. Ik smeek het jullie. Hey Fred. Ik kom mijn spullen halen. Ik haal de bericht. Ik ga er vandoor. Joe. Oké, jongens, laten we snel mijn skin weer aanpassen. En dan zien dat hij dan vrolijk tegen me doet. Zo, kijk, de skin is weer aangepast. Doen we snel weer ook mijn spulletjes aan. Gewoon zo. Hey, Fred. Hallo, Mark. Hey, wat is er gebeurd? Heb niks. Je minder uren gekregen of zo? Of... Ja. Wacht, niks. Hoezo, Fred, wat is er gebeurd? Niks. Hoezo niks? Moe. Moe? Ja. Fred? Ja. Groen. Hoi. Oké, jongens, nou, ik wil zeggen, ik weet niet wat er is gebeurd, maar dat weet ik wel natuurlijk. Fred is ontslagen. Maakt niet uit, kan gebeuren. Ik ben benieuwd wat voor baan die dan gaat doen. Ik ga nog heel even bij hem op bezoek, om even met hem erover te praten. Heel kort eventjes gewoon. En dan kan ik zeggen tegen hem misschien dat hij ook een andere baan leuk moet gaan zoeken. Weet je, gewoon waar hij echt zijn passie uit kan halen. Fred, ben je thuis? Nee. Jawel, ik hoor je. Oh ja, shit. Mag ik binnenkomen? Nee, kom maar achterom. Achterom, oké. Hij heeft niet eens de nieuwsbrieven van mij, de belasting, heeft hij gewoon nooit geopend. Zie je, kijk, hij verwaarloost zichzelf helemaal niet, Fred. Fred, waar ben je? Hier. Oh, wat ben je aan het doen? Op de Wii. Op de Wii, oh, gezellig. Mag ik naast je zitten? Ja. Fred, ik hoorde het over de bank. Ik hoorde dat je bent ontslagen. Ik heb gesproken met Max. Hij, weet je wat je moet doen, Fred? Je moet gewoon een leuke nieuwe baan gaan zoeken ergens. Gewoon je plezier ergens weer uithalen. Iets waarvan alleen jij dat kan, oké? Okay? Ja. Je bent niet zo in de moed om te praten, hè? Nee. Moet ik je met rust laten? Misschien wel. Oh, Fred. Moet ik Fiona halen? Nee. Hoezo niet? Wat is met Fiona? Niks. Aan de hout. Niks. Nee. Oh, kan ik het niet even halen nu? Nee. Niet doen. Oké, nou dan haal ik Fiona niet. Nee. Doei. Dag, Fred. Er zijn zoveel mysterieuze dingen gaande met Fred, jongens. Laten we eerst even slapen. Zo. Ja, en laat ik Fred denk ik maar met rust. Ik zeg maar, het ontslaan is misschien een beetje extreem, jongens. Maar het klinkt heftig dat er is. Er gaat in daadwerkelijk niks veranderen. Omdat Fred gewoon nooit meer bij de bank was. Dus in die end is er geen verschil. Ik denk dat hij toch veel blijer was met zijn winkeltje daar. Maar goed, laten wij deze kant op gaan, jongens. Want ik denk dat ik even verder moet met de rechtbank. Want zodra die af is, natuurlijk, dan kan ik met boer Jan, boer Martin en weet ik wat allemaal gewoon weer verder gaan. Dus laten wij daarheen gaan naar de rechtbank. Ik hoef alleen namelijk nog het interieur te maken. Heel simpel. Echt letterlijk de meest makkelijke taak, denk ik. Nou, makkelijk is het nou ook weer niet zo jemig. Worden. Oh mijn god, ah. Jezus, Martin. Hallo. Hey. Snel vrij, ben je al klaar? Nee, van buiten wel, van binnen niet. Dat werd niet uitbreid. Nee, ik weet dat ik eerder klaar. Ik had 7 dagen. U kreeg van mij het noorden. Ik krijg van jou te horen. Alweer. Alweer. Oké, Boer Martin, jongens. Boer Martin in volle actie. Oh mijn god, ik schrok me helemaal kapot. Oké, maar nu is het klaar met het gezeik en met de, weet ik, voor personen praten en zo. Nu wil ik lekker verder gaan bouwen met de rechtbank. Want als we even naar binnen gaan, jongens, zoals je kan zien hier... Het is helemaal kaal. Ik denk dat we even gaan kijken dat we misschien binnen hier eerst een lobbytje maken. Die dan ongeveer tot hier komt zo. Gewoon een lobby. Net zoals bij de geldbank natuurlijk. Dan kom je hier binnen. Heb je hier allemaal bankjes staan. Heb je jurytribune. Jurytribune. Ik weet niet hoe je dat anders moet noemen. Dan heb je waar de rechter zit. Hier waar de schuldige zit. Hier waar degene zit die de beschuldiging maakt. En natuurlijk dan de rechters en zo. Die komen daar. Allemaal heel spannend. Dus laten wij even wat goede blokken daarvoor pakken. Zodat we daarmee lekker aan de slag kunnen. Oh nee, heb ik zo geen zin in. Wat is hier gedaan? Niet betreden grote fonds. Oh nee, wie is dat? Jongens, ik wil lekker bouwen. Laat me nou met rust. Althans, als hij mij niet ziet. Nee, weet je, ik moet even kijken wat het is. Niet betreden grote fonds. Wacht, laten we even hierboven kijken. Huh? Wat is dit? Huh? Oh nee, wat is dit? Ah, wat gebeurt hier? Wat is hij aan het doen? Wat is dat voor... Wie is dat? Die heb ik nog niet eerder gezien. Nee. Oh, jongens. Hallo. Goeiedag. Hallo. Die kop, jongens. Hallo. Aarde aan...
betreden. Ik ga betreden. Nee, niet doen. Oh nee, wat is dit? Meneer. Wacht maar, ik kom wel even. Ja, oké. Okay. Oh nee. Hallo. Wacht maar, ik kan me even voorstellen. Goeiedag, ik ben... Hallo. Oh, nee. Hallo. Jee, ja, meneer. Ziet u ooit wel eens het zonlicht? Nee. Jee, mijn geef. Wie bent u? Wat doet u hier in de stad? Ja, ik zal me even voorstellen. Ik ben Alfred. Alfred, hallo. Hallo. En ik hallo, ben Alfred. Plaatselijke archeoloog. Je bent plaatselijke archeoloog. Ja, en ik heb mijn grootste vondst ooit gevonden. Wat heb je gevonden? Waarom? Een skelet. Waarom? Nee, ik wilde hier van alles bouwen. Ja, dat kan niet. Dit is heilige grond nu. Heilig? Zo werkt archeologie volgens mij niet. Oh ja. Bijzondere grond dan. Bijzondere grond is dit? Ja, oh. Ja, maar goed. Weet je, kijk, ik denk dat dit skelet helemaal onder dit gebouw gaat, dus ik moet het allemaal uitgraven. Onder het gebouw? Ja. Ja, maar er staat hier nu een grote rechtbank. Ja, dus? Daar kan je toch niet meer onder? Zeker wel. Moet jij eens opletten, ik heb gewoon het geschut bij me, hoor. Graaf, wat heb je bij je? Ik heb letterlijk... Ik zie niks. Nee, ja, dat moet ik nog halen. Jongens, hier heb ik zo geen zin in. Maar wat heb je gevonden? Laat het zien. Mag ik het zien? Ik ben koning hier, dus hallo, ik ben Max aangenaam trouwens. Ik zal mezelf even voor. Ik heb je schoenen uit. Ik heb mijn schoenen uit. Goed zo. Kom maar. Top. Ik zal trouwens alles wel vijf doen zo. Hier staan. Wat heb jij gevonden? Nou, dat zal ik jij even uitleggen. Kijk, hier zie je dus een paar botten lopen. Ja, die heb ik op afgeborsteld. Afgeborsteld, oké. Okay. Ja. En ik denk dat dit van een bronchiotaurier is. Bronchiotaurier, die heeft hier ooit geleefd. Ja, ik denk het wel, En wat is dat daar dan? Stenen. Ja, maar waarom zien die er zo anders uit? Die kan ik niet zomaar zelf... Ja, er waarschijnlijk fossielen in. Oh, oké. Okay. Ja, misschien wel eieren. Kunnen we hem verplaatsen mogelijk, dat hij hier weg is? Nou, kijk, dat kan wel, denk ik. Hij loopt wel die kant op. Deze kant. Ja, hij loopt die kant op. Ja, dan moeten we eronder. Maar dat zit er best krap onder, moet ik zeggen. Dus, weet je, ik ga een keer vriendelijk zijn. Ik ga een keer in plaats van problemen veroorzaken. Nee, kan ik jou ergens mee helpen, Alfred? Ja, dat kan wel. Ik dacht dat ik nooit zou vragen. Want nooit vraagt iemand dat aan mij. Want ik heb eigenlijk helemaal geen vrienden. Maar goed. Dat is eigenlijk best zielig. Maar wat is er? Dit moet weg. Oké, ik zei dat ik vriendelijk ging zijn. Maar ik stap toch even een stapje terug. Het gaat niet weg. Oh. Kan ik iets doen wat wel... Waar zijn jij trouwens? Je hebt een bril op, maar waar is jouw... Je bril is stuk. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb erop gestaan een keer. Kijk maar, kijk. Het pootje is hier weg. Dus hij hangt maar op één pootje. Ja, ja, maar... Ja, klopt. Ik zal hem even afdoen. Dat is beter misschien. Nee. Ja, doe hem alsjeblieft op. Ik smeek het. Het is nog erger dan Franco ooit was. Doe hem alsjeblieft op. Echt waar. Oh. Ik weet niet waar ik naar kijk, maar doe hem alsjeblieft op. Naar Alfred. Aangenaam. Ik smeek het je, Alfred. Oh. Oh, dankjewel. Het is nog erger dan dat Frank ooit was met zijn bril. Ik heb na zo'n werkdag altijd wel een heel moe oor aan deze kant. Want deze houdt dus al heel die bril tegen. Zou ik anders een keer een nieuwe bril voor je kopen? Ik krijg wel veel waarde aan deze eigenlijk. Ik heb al grote vondsten gedaan met deze bril. Misschien dus... kan je in plaats van een keer dingen zoals botten vinden, je brilpootje vinden. Nee. Hoezo niet? Nee. Weet je, ik ga ineens... Waar ben ik met jou over aan het praten? Over een brilpootje. Weet je, blijf jij lekker onderzoeken. De bank, of de rechtbank, die kan ik helaas niet weghalen. Het spijt me. Wel, dat moet dan echt wel. Want nee, ik moet hieronder zijn, aan deze kant. Dan graaf je er maar onderdoor. Hallo. Dan graaf je er maar onderdoor, oké? Okay? Ja, ga ik proberen. Ja, is goed. Dan spreek je als je iets nodig hebt. Ik ben altijd in de buurt. Ook. Alfred. Oh, pas je op. Ja. Ik ben altijd in de buurt, oké? Okay? Ja, dat is goed. Ga jij lekker hier verder dingen opgraven? Ja, ja. Oh, en voortaan wel even een vergunning vragen voor als je ergens wat moet graven, oké? Okay? Nee, maar kijk, dit is heilig. Het bijzondere grond, dus ik moest hier wel. Want, hoe wist je dat hier wat lag? Ik rook het. Ik ga er vandoor, dankjewel Alfred voor je tijd. Ja, jij ook. Ik heb al dagen geen mensen meer gesproken. Wat is dit? Een raar figuur, jongens. Alfred de... Alfred. Alfred de archeoloog, jongens. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik wilde... Oh, nee. Dag Alfred. Dag. Oh, leuk. Het is zo random. Oké, dan wil ik eigenlijk nu heel gauw verder met de rechtbank. Maar ik wilde denk ik dit nieuws eerst vertellen aan boer Martin. Vanwege het feit dat basically deze Alfred de rechtbank weg wil hebben. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. We hebben hier veel start ons best voor gedaan. Dus laten we daarheen gaan. Deze heb ik niet geplaatst. Jee, mag wat een diamond. Huh, kerstcadeau mak.
Oh mijn god, heeft Rick me zoveel diamonds gegeven? Beste makkers, 200k met gemakkers. Ik, Rick, als groot fan, kijk natuurlijk al jouw video's. En ik zag dat je geen diamanten meer had. Dat klopt, Rick. Ik ben blut, ik ben arm. Nu ben ik natuurlijk intens rijk als groot zakenman van Content Veen. Hierom wil ik jou graag wat diamanten doneren. En misschien omdat ik al een half jaar achterstallig huren heb. Ja, dat klopt, Rick. Jij betaalt je belasting nooit. Dus hopelijk bent u hier blij mee. Met vriendelijke groet. Groot YouTuber Rick Force. Bijna 30k subs abonneer. Nee, jongens, dat gaan we niet doen. Kras het door Sebastian. Kruis er doorheen. Kruis er doorheen, editor. Nee, een grapje. Dankjewel, Rick. Dit zijn gewoon legit 32 diamonds. Best wel veel ijzerblokken en enderpearls die we niet gaan gebruiken. Dus die, ja, hè. Sorry, Rick, maar die heb ik niet nodig. Nee, maar... Leuke donatie, Rick. Dankjewel. Oprecht, hier ben ik heel blij mee. Want 32 diamonds. Ik was blut. Ik had 0 diamonds. Ik had niks meer. Ik had gewoon helemaal niks meer. Laten we deze dan gelijk heel even... Hoppakee, hier opbergen in de ender chest. Zo. Lantern doen we op mijn kop. Barrel dumpen we weg. Ironblokken doen we hier. En dan dit brengen we even naar mijn archief in het kasteel. Gewoon 32 diamonds, jongens. Doe maar even de reacties achterlaten. Dankjewel, Rick Force, voor de diamonds. Oké, okay, dan hier even kijken of we een mooie plek hier hebben. Kijk, hier is nog een lege. Hoppa, zo. Is het archief in het kasteel ook weer bijgevuld. Zo, dan gaan we nu even naar de boeren. Even kijken wat zij te zeggen hebben over Alfred, de archeoloog. Die wil dat... Die beweert, kan ik beter zeggen... Dat er onder de rechtbank een of andere dino ligt. Alright, en zoals altijd, jongens, loop ik het boerengebied in. Vind ik altijd het leukste om te doen. Zeker als ik die boeren wil zien. Want 9 van 10 kom je ze gewoon ergens tegen. Oké, ik ga nog voor nu heel even de tractor die ik daar zie negeren. En we gaan even naar Jans huis toe. Ik hoop naar... Oh, er is nog een tractor. Oh mijn god, en er is daar nog een tractor. Nee. Waarom zijn er in één keer zoveel trekkers? Oh mijn god, en hij is daar. Daar is Martin bezig. Waar is Jan? Waarom is Jan altijd weg en Martin altijd aanwezig? Ik snap het niet. Oh, wat is dit ook? Hij is begonnen met zijn huis of zo. Wat is dit? Een paar palen. Hier staat een trekker. Hier staat ook een trekker. Jan! Hallo, Jan! Beneden! Hallo? Hier beneden. Hoe dat nou, Martin, bedoel ik. Jij bent ja, Martin. Ik dacht al. Ik dacht al wat te horen, maar ja, ik was hier. Waar is Jan? Die is op vakantie. Waarheen? Hoe heet dat ook alweer, Alan? Wacht, hij heeft een brief aan Alan. Hij heeft een brief, ja. Oh mijn god, oké. Kijk nou wat hij allemaal aan het doen. Er zijn wel trekkers. Sinds wanneer kunnen de trekkers in de middeleeuwse tijd zijn, jongens? Maar maakt niet uit, ik ga eentje omhoog. Even dat ik bij Martin ben. Hallo? Hiro. Oeh. Hij is in Jamaica. In Jamaica? Wat doet hij daar? Ja, wie doet niet? Oh, dat heeft misschien wel een beetje de verklaring, jongens, met die plantjes die ik altijd daar bij hem zie. Maar, hallo? Hallo, hey Martin. Ik kom even met slecht nieuws. Oei. Hoor niet van, hè? Dat is slecht nieuws. Weet je, nee, ik ben boer, daar hoor niet van met slecht nieuws. Nee, dat snap ik. Maar voordat ik heb goed nieuws. Mag ik daarmee beginnen? Prima. Doe je ding. Oké. Nou, ik heb 4 goede dingen te vertellen. 4? Dat is vet veel, man. Ja, goed, hè? Nou, ik wat zit, zijn ik sta positief in het leven. 1 tot met 3 is de trekkers. Ik heb 3 trekkers. Oh, nou, dat scheelt al zijn 3 dingetjes. En hoe kom je daaraan? Heb je die zelf gemaakt? Ja. Yeah. Oh mijn god, dit is een logische. Deze is groen. Die rode ook, maar ik heb nog nooit een oranje trekker gezien. Ja, ik dacht, ik speel me een keer in een andere kleur. Ja, die zie je niet vaak. Nee, dat klopt. Maar wat is het vierde goede nieuws? Ik ben begonnen met de heipaan. Dat heb ik ook gezien, ja. Inderdaad. Ja. Wat voor vorm huis wordt dit? Ja, geen idee. Ze begon hier... Of ja, ik begon hier eigenlijk die paan te plaatsen, maar... Kan je dat niet beter aan mij overlaten als ik het zo zie? Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het ook, hè. Maar maakt niet uit, joh. Ik uiteindelijk bouw ik je huisje wel en zo. Maar ik kom hier met slecht nieuws. Ja, ik ook. Nou, ik wou nog steeds op mijn kipmok. Ik wou nog steeds op mijn huis. Ik wou nog steeds op de rechtbank. Kijk, afspraken komen nu na, nee. Dat snap ik. Maar het gaat over de rechtbank. We hebben een en de pieperveld. Het pieperveld staat er ook niet. De tolweg, die staat er ook niet. Die paal daar, die staat er... Die is weg, hè? Ja, die heb ik weggehaald. Oei, toch? Ja, die paal heb ik weggehaald. Ja, yeah, nou goed. Ja, dat maar wat ik wil zeggen, er is een of andere Alfred, de archeoloog. Die heeft een dinosaurus, of bronchiosaurus, weet ik voor wat het is, gevonden onder de rechtbank. Nee, en die hebben hier nooit geleefd. Die hebben alleen de bronchiosaurus geleefd. Ja, die bedoel ik. Die heeft die onder de rechtbank gevonden. Ken je Veen? Die heeft die onder de rechtbank gevonden. Ja, ja, en nu? Begraven. Ja, dus? Wat heb je met de nieuwste man? Nou, ik moet toch met de rechtbank verder, maar dan kan ik beter eerder dit gaan doen allemaal. Want dan kan hij even zijn ding doen onder de rechtbank. Ja, nou, succes dan. Dat heb je mee? Even delen. Ja, daar heb je mee niet meer. Ik wil gewoon dat gebeurt. Weet je, sticker in, Martin. Ik dacht, ik deel dingen met je, net zoals jij dingen met mij zou delen. Ja, wie kijk, wie goede maat waren. Ja, ik wilde net zeggen, wie is een goede kameraad, Mamieke, hè? Ja. Maar goed. Kijk, de voorwaard hoort wat, weet je wel? Ja. Kijk, ik wil best uw beste kameraad zijn, maar dan moet u wel een afspraak nakomen. Weet je, dan ga ik nu gewoon lekker aan de slag met een aantal dingen hier. Wat dacht je daarvan? Ja, als u dat believen wordt, dan vind ik dat ook fijn. Ja? Ja. Yeah. Wat spreken we af? Nergens, gewoon. Je ziet het zelf wel gebeuren. Hoe ga je dan? Ja, dat vind ik toch spannend. Ja. Yeah.
Dag Martin. De rol is, ik heb nog een probleem. Oh nee, één laatste probleem. Ik ga vast beneden staan. Ja, nou, ik heb die trek in je bovenbel gebouwd. Maar dan moet je nog naar beneden. En ik weet niet hoe. Ja, dat zoek je zelf maar uit. Dat zoek je zelf maar uit. Nou, goed. Ja, dan moet ik dat maar doen, ja. Oh, shit. De band is lek. Oké, jongens. Laten we even een klein klusje doen, zodat we Martin niet teleur kunnen stellen. En dan gaan we volgende keer verder met de rechtbank. Ik weet al precies wat ik ga doen. Ik heb even wat steen en gras voor nodig. En ik hoop dat hier... Ja, er ligt hier nog genoeg steen. Kijk, wat we dan heel even gaan doen, is dit gedeelte hier even uitbreiden. Ah! Even uitbreiden. Zo, dit moet heel even wat langer worden. Dit. Kijk, want nu stopt het pad hier ineens natuurlijk. Of de verhoging die stopt hier ineens. En dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Kijk, en ik wil dit volgens de vorm van het pad laten gaan, weet je? Die verhoging hier. Dan hebben we namelijk ook ruimte voor het piepersveld, zoals hij dat mooi noemt. Dat betekent volgens mij aardappelpiepers. Kunnen we die mooi daar gaan... hebben we hier mooie ruimte daarvoor, weet je? Om verder te plaatsen. Zo, kijk. Is dit mooi hier aangesloten? Dan moeten we het alleen even op te vullen netjes. Want dat is denk ik het meest... Nou, moeilijk wil ik ook niet zeggen. Maar het meest ingewikkeld... Dat is hetzelfde woord, weet je? We houden het inderdaad wel gewoon op moeilijk. Aan dit gebied hier, jongens, is het feit dat het landschap helemaal opnieuw gecreëerd moet worden. En ik word in de gaten gehouden door Martin, volgens mij. Ja, ik word inderdaad in de gaten gehouden door Martin. Maar dat maakt niet uit. Kijk, dit begint er al heel goed uit te zien, jongens, dit. En dan moeten we dit zo meteen ook even plat maken. Dit hier moet ook heel even een beetje anders eruit gaan zien. Maar dat komt allemaal goed. Dat komt allemaal hartstikke goed. Bijna klaar met opvullen, jongens. Bijna klaar. Ik denk dat ik net aan genoeg gras ga hebben. Of net aan niet. Oh, waar gaat hij heen? Hij gaat op zijn ezeltje gaat hij er vandoor. Pas op dat je ezel de val overleeft. Waar gaat hij heen? Hé, wat heeft hij daar te zoeken? Het enige wat daar is, is letterlijk voor de jongens daar verderop. Het pad is nog niet eens af, maar daar in de verte is voor de, meer niet. Maar het zal wel, hij gaat lekker die kant op, die Martin. Hoppakee, gras is helemaal opgevuld. Dan gaan we hier heel even slapen, zo. Prima. Dan doen we heel even één lantern in het midden plaatsen, zodat er een beetje licht is, even goed. Dan is het volgende, daar heb ik dirt voor meegenomen, is het pad hier even verlengd. En daarvoor eigenlijk nog zelfs even het steen hieronder plaatsen. Dit wordt natuurlijk gewoon weer zo'n mooi aflopend klifrandje, weet je. Wat we inmiddels al een nieuw keer gebouwd hebben in Cottet Veen. Zo, helemaal tot het randje. En dat is hier zo, hoppakee. Laten we dit gelijk even netjes doen, jongens. En dat kunnen we heel simpel doen door zo, hoppakee. En dan zo, zo, kijk. Dit is echt letterlijk een heel simpel taakje. Je moet eigenlijk altijd een soort van eerst een paar blokjes erachter en dan erop, weet je. Want dan krijg je een aflopend effect. Het ziet er altijd ingewikkeld uit, maar als je het eenmaal snapt, is het echt niet ingewikkeld. En dat is eigenlijk met alles zo in het leven. Dat snap ik dan ook wel weer. Maar dit is daadwerkelijk zo, jongens. Vertrouw me. Dit blijf je dan gewoon een paar lagen achter elkaar doordoen. Kijk, zoals dit, zie je? Hier. Als je dit gewoon door blijft doen, gaat het er vanzelf mooi uitzien. Zo, kijk eens aan. Alleen dit hoekje hier vind ik niet helemaal mooi. Die moet zo... Kijk, het ziet er toch top uit, jongens. Helemaal tevreden over. Dan nu even het pad even afmaken hier zo. Gewoon even opvullen. Zo, even overal gras of dirt. Want dan kunnen we het uiteindelijk zoals dit natuurlijk mooi doen. Oeh, kijk, nu heb je hieronder een laagje wat open is. En daar moet je wel echt, jongens. Daar moet steen onder komen zo. Anders is het gewoon... Dan vliegt het en dan zie je dat het echt gebouwd is, weet je. Je wil dat het een effect heeft alsof het daar gewoon zo is ontstaan. Alsof Minecraft het zo heeft gecreëerd. Maar dat kan niet als je dit openhoudt hieronder. Dat moet dan dicht met steen. En dirt moet vervangen worden, ook voor steen. Hier gaan we alles helemaal plat stampen. Heel simpel zoals dit. Hoppakee. Zo, dan mogen we hopen dat boer Jan hier op zijn minst blij mee is. Boer Martin en boer Jan natuurlijk. Dat er al progressie is gemaakt aan het pad hier. Wat ruimte is gemaakt voor hun... Mooie, ja, kippenhokken en weet ik veel wat ze allemaal willen. Dat zijn het eigenlijk vervelende boeren, hè, jongens? Maar ik vind ze wel leuk. Ze zijn wel leuk. Oké, dan vind ik het voor nu wel even mooi geweest met het graven van het pad. Of het uitmollen van het pad. Dat heet dat rechtermuisknop een beetje scheppen. Dat vind ik eigenlijk helemaal geen reet aan. Laten we nu even dit grasrandje hier mooi maken. Hou je me goed in de gaten, Martin? Jazeker! Ja? Ja! Oké, top. Oké, dan nu weer heel even mooi het randje hier. Hoe doe ik dat meestal? Zo, ik denk dat we het zo doen. Dit wel leuk is. Zo, zo, zo. Zo, nog even een dikke randje eronder zelfs. Gewoon af en toe even wat gras wat is gaan hangen, weet je. Hoeft niet te ingewikkeld te zijn of zo, maar ik vind dat wel mooi. Oké, en kijk, als we naar hierboven lopen, jongens, kijk wat een ruimte we hebben gecreëerd. We gaan even... Jan, ziet er goed uit al, hè? Ja, dat is op vakantie. Ja, sorry, ik hou jullie altijd door elkaar. Ziet er goed uit, hè, Martin? Ja, dat geeft wel meer ruimte, jij in mijn achtertuin. Ja. Dat geef ik wel zeggen, dan kunnen we een mooie biet of piepersplantage plaatsen. Ja, mooie piepers. Ja. In mijn achtertuin, dat vind ik toch fijn, want dan hebben we altijd mooie verse piepers op het bos met de avondeten. Ja. Daarom inderdaad, ja. Ik ga de volgende keer mee verder. Dan ga ik gelijk ook een kippenhok maken, dan ga ik je huis maken. Dan gaan we hier gewoon lekker weer even aan de slag, zodat de progressie is in dit gebied. Wat dacht je daarvan? Ja, dat is een rol in, ja. Dat is mijn genade, hè? Ja. Nou, dan ga ik er nu even vandoor, ja, Martin. Oeh, waarom? Ja, ik heb andere dingen te doen. Oeh. Nou goed, ja. Dan ga ik ook wel weer verder, hè? Ja, nou, doei. Yeah. Alright, jongens, laten we snel teruggaan. Alright, jongens, dan voor nu
moet ik helaas deze video afsluiten, want meer tijd heb ik niet. Soms heb je dat wel eens. En soms heb ik tijd om een half uur video te maken. En soms heb ik tijd om een... Ik heb geen idee hoe lang deze video is te maken. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Reageer even. Pieper. Piepers zijn lekker. Piepers zijn heel lekker. Reageer dat even als je tot dit punt in de video bent gekomen. En dan nu... Oeps. Kijk lekker het vorige content van VNL. Heb je deze nou gemist? Moet je me zeker even kijken. Want dit is een grote rondleiding door mijn stad. Hele leuke video. Goede aanrader. Gewoon even kijken. Dus spreek later. Glaasje water. Tot de volgende keer. Yo!